Ik vind het heel tof als mensen het wel doen die ook vollere benen hebben, maar bij mezelf. Ik vond die andere denk ik wel iets mooier. 27 schoenen hebben we gezet. Echt nooit in mijn leven een bril. Ik ben hier. Deze gaat helemaal zo liggen. Dus ik ben even alle sjaals aan het opstapelen. Oké, jongens, ik heb net een jurk geshoot en ik vind hem eigenlijk toch wel heel mooi staan. Vind ze graag ja. Heel mooi, hij loopt zo. Goedemorgen jongens, welkom bij een nieuwe weekvlog. Oh, ik ging om 7:30 naar bed, even meteen om te klagen. Ik ben zo benieuwd wie dit herkent. Sorry, ik ben dus echt heel moe. En om 2:30 was ik nog wakker. Ik had de hele tijd het liedje van... When the light, na, you'll find me. Dat liedje, ik weet niet hoe het heet. In mijn hoofd. En het ging niet meer weg. En ik heb gegoogeld naar wat je moet doen als een liedje niet meer uit je hoofd gaat. En nu gaat het zeg maar wel. Je ziet dat ik heel moe ben, maar ik voel me nu niet heel moe. Maar als ik straks vanmiddag ga ik echt kapot zijn. Want ik heb dus echt maar 5,5 uur geslapen. Maar kijk. Mijn klas is gewoon helemaal ready. Zelfs de slingers hangen er al. Dus dat is zo chill je klas in komen. Ik hoef niks te doen nu. Voorbereid, alles perfect. Dus welkom bij een nieuwe vlog. Lekker bit. Jongens, ik heb mijn nieuwe broodtrommels mee. Deze kun je dus als je opbergt precies in elkaar zetten, zeg maar. Om ruimte te besparen. Zo. En ik heb nu, kijk hoor, dit zit in een kleine bakje. Dit is mijn lunch met rijstwafel. En een van de twee tussendoortjes, twee kiwis. We gaan nu even allemaal geluid maken. 3, 2, 1. Oké, jongens, bij Martijn is het weer bijna donker. Ik ben nog best vroeg, 4:30 ging ik weg. Vaak van 5. Ik wil zeggen dat het echt zo'n leuke middag was. Ik merk als ik heel kort heb geslapen dat ik die dag best goed trek. Het is eigenlijk wat chill om te weten, want als ik dan ooit een keer iets heb waardoor... Als ik ooit een event heb of zo, dan kan de dag erna niet lang slapen. Of ik kan die nacht niet lang slapen, is niet zo erg, want die dag gaat wel prima. Maar ik ga nu heel moe zijn, dat weet ik zeker. Maar dan moet ik gewoon nog tijd naar bed. En verder heb ik niks moeilijks te vertellen. Rup is ook net thuis, die had ook een dagje gewerkt met een vriend. Ik ga het op mijn camera. Dit is dus nu... Ja, ik moest de keuken doen, maar het past niet met vaatwasser. Dus dit is nog over. Dit is dus alle drie de bakjes in één. Chill, hè? Het is echt super handig. We eten weer sushibol, jongens. Maar dit keer met quinoa. Dit heb ik het allemaal handgeschreven. Dit zijn allemaal orders. Met brieven bespost, zeg maar. Zonder track and trace met sieraden. En ongeveer ook zoveel hebben we aan... We hebben nu 40 bestellingen openstaan, maar daar horen ook bodies bij. Maar dat is echt bizar. Oké, dit zijn de sieradenorders die ik net heb gemaakt. Heel veel kan nog niet gemaakt worden, komt morgen pas binnen. En Ruup is bezig met dit allemaal. Dit zijn allemaal kleding en home en zo. En deze is nu net gekocht. Ik vind deze dus gewoon amazing, maar dat had ik ook vaak gezegd. Jongens, kijk hoe leuk! We hebben net onze eer... Het is echt een heel mooi papier. Zeg van dat matte papier. Wow, het is echt wel anders dan... Ik weet niet of jullie dat zien, maar het is echt heel mooi papier. Ik wil het even inzoomen. Ruup heeft dit net eens ingepakt. Iemand heeft dus heel lief, zei ze, wil je... het is voor mijn moeder, maakt niet uit welk cadeau en welk papier. Heb je die broodtrommel in hetzelfde papier? Dat is echt superleuk. Dit is hetzelfde katje. Feline heet ze. Hier is die broodtrommel in en hier een zonnebril. Zo leuk! Dan heb je dus gewoon voor 1,50 heb je meteen... Dat je het zo kunt afleveren bij je moeder. En als je slim bent, doe je er zelfs nog een leuk kaartje bij. Cute! Heel leuk. Oké, jongens. We moeten de kralenplanken, als ze gemaakt zijn, helaas weer stuk maken, zeg maar. Dus ik zei, ik film hem eventjes, omdat die zo mooi is. Deze heeft iemand gemaakt. Ik heb als lunch de quinoa met rijst van gisteren met wortel en sojabonen. Zonder saus. Dus dat is goed. Hey, jongens. Ik ben terug uit mijn werk. Ik heb mijn muts nog op. Het is lekker warm. Het is 5 uur. Ruup heeft het pakket aangenomen. Hij was thuis. Hij heeft heel veel orders gemaakt. En hij is nu eventjes naar... Hij had heel schattig een briefje opgehangen van geachte postbode. Ik ben heel snel even naar de Albert Heijn, want hij moest dus de orders brengen voor 5 uur. En nu zei ik ben thuis, dus hij is nu weer even op weg naar de Alpi. Perfecte husband. Boodschap halen. Ik had even zin in een stoommaaltijd. Ik heb een pakket van een Monkey. Ik heb daar nog nooit online besteld. Ik heb niet in de sale besteld, want de sale vond ik niet leuk. Maar ik heb op aanraden van een kijker, via Insta, een corduroy slim fit broek besteld. In het roze en in het zwart. En vaak in die broeken vind ik het gewoon je benen dikker maken. Maar dit is een slim fit. Dus als je echt skinny valt, is het misschien wel leuk. En ik wil wel eens een keer een leuke broek aan. En misschien vaste kijkers weten wel mijn... Nu heb ik ineens een mega voorhoofd. Mijn favoriete jumpsuit van Monkey.
Die met die wijde benen. Een beetje off black, heel zacht stofje. Daar hebben ze er nu dus veel meer van. Met kerstcollectie. Dus ik heb ze alle drie besteld. En ik mag er één of twee houden van mezelf. Wanneer komt die postbode nou? Ze hebben dus de collectie zondag aangevuld. Met een pakketje van de groothandel met nieuwe items. En het is nu dinsdag. En het moet vandaag echt komen. Sommige mensen hebben dat dus zondag al besteld. En ik heb weer de hele tijd wakker gelegen omdat ik een liedje in mijn hoofd had. Ik had het nu weer in mijn hoofd. Morgen komt de directeur in mijn klas kijken naar mijn les. Het is wel chill als ik dan niet ineens vet moe ben, wat ik normaal helemaal niet ben. Maar normaal slaap ik gewoon goed. Het tour-etiket zie ik al, top. Dit is de broek. Het is een beetje donker hier trouwens. Ik ben zo benieuwd. Nee, ik ga sowieso nooit een roze broek durven dragen met hoe mijn benen er nu uitzien. Ik vind het heel tof als mensen het wel doen die ook vollere benen hebben, maar bij mezelf. Of het echt skinny is, weet ik niet hoor. Ik denk dat ik het niet mooi ga vinden staan. Ik vind het alleen mooi als een broek heel strak zit. Maar wie weet. Oh, ik heb de broeken in 2 maten besteld. Dus wat dacht ik? Of niet? Dit is een foutje. Oké. Ik was denk ik heel erg moe. Ik heb 3 keer de zwarte broek in dezelfde maat besteld. Leuk. Top. En de jumpsuit. En onze dramajuf had maandag ook die jumpsuit aan. De velvet zwarte, die heb ik ook besteld. Die heb ik nu in mijn handen. Ik vond hem wel heel heftig qua stof. Zwart is zo moeilijk om te laten zien. Nou, dit is het ene stofje. Zo zie je het wel. Ik ga het zo even passen, oké? Okay? En deze heeft streepjes met glitters. En deze heeft helemaal glitters. Streepjes, glitters. Helemaal glitter. Oeh. Oké, jongens. Ik ga het straks even passen. Oké, hij is echt heel mooi, maar hij valt heel anders dan die vorige body jumpsuit. Je denkt nu misschien dat... Zie je, ziet het al. Ik vind het echt te strak. Ik denk dat ik de L ook, dus de XL misschien ook te strak ga vinden. Hij zit echt wel strakker hoor, maar ik vind hem wel ontzettend gaaf. Ik denk dat ik er 1 ga houden en dan in een XL ga bestellen. Omdat ik het wel echt heel tof vind. Maar dit is nu echt te strak. Oh, deze valt dus heel anders. Deze valt dus als die ander. Hier valt hij een beetje losjes. Zien jullie dit? Kijk, hier zit er speling in. Ik vind het nog steeds niet echt perfect. Het is leuk als als hij iets langer was bij de voeten. Ik weet dat ik het heel moeilijk vond om hier leuke schoenen bij te vinden. Ja, dit zit wel heel chill. Hij is niet ook te denken voor een première of zo, niet too much. Dat ik deze dan hou. Ik vond die ander denk ik wel iets mooier. Deze is goud. Een streep. Zo vind ik hem wel vet op beeld. Maar in het echt vind ik hem iets minder. Ik ga echt op binnen gaan trainen. Nee, ik vind die ander leuker. Maar qua model valt die ander gewoon niet mooi. Het is echt een verschil. Deze zit ook veel losser hier. Het lijkt wel fout bij die ander of zo. Ja, ik denk dat ik deze wil houden. Zal ik die velvet ook maar even passen? Oké, deze valt ook mooi. Dat is die ander. Eigenlijk valt deze misschien wel mooier. Maar deze is eigenlijk weer te wijd. Ken je dat als je het voelt dat het een elastieke band is, maar dat er geen spanning op het elastiek zit? Dat gevoel? Dat is heel naar. Kijk. Dat vind ik wel irritant dat dit dan weer zo anders valt. Nee, deze is te groot. Wow. Hallo. Zie, het is best wel een heftige stof, maar het kan ook heel mooi zijn. Zonnebank, waar ben je? Nee, deze moet sowieso een maat kleiner, maar... Weet je, ik ga het gewoon aan jullie vragen, want deze weekvlog komt toch alweer over een week online. Jongens, oké, ik vind het wel leuk dat ik dit even aan jullie laat zien. Hallo buik, het is echt verschrikkelijk. Geweldige broek hoor, maar dit kan niet bij mij. Jeetje, wat een varkensbenen. Dat is verschrikkelijk hè. Hij moet sowieso maat kleiner, maar ik ben benieuwd hoe die in het zwart zit. Maar oh, dit... nou, in het zwart ook niet hoor. Ook niet de maat kleiner. Ik vind ook dat je in het zwart bijna niet ziet dat het corduroy is. Hij is niet echt heel skinny. Ja, weet je, hij zit hier wel lekker. Oh, wat... Hoe kan je benen zo dik lijken? Ja, ah, het is echt te groot. Ik moet mijn benen strak trekken. Schrikkelijk. Ik heb zin om alles terug te sturen gewoon. Maar ja, wel een leuke tip als je wel dik het. Goedemorgen jongens. Ik kom de klas binnen en er is een hele grote verrassing. Ik wil even kijken wie er langs is geweest. Oh, oh. 27 schoenen hebben we gezet. En er ligt ook nog iets bij. En ik zag ook nog dat er pietenplaatjes in de klas waren verstopt.
Die liggen niet hier, die liggen ergens anders. Maar ik ben benieuwd of ik heb ze al gezien of de kinderen die ook gaan vinden. Spannend. Ze beginnen de dag hier ermee even. Ik zei tegen de kinderen, als je binnenkomt ga je gewoon lezen. Om 8:30 zat ik best dat jullie niet kunnen lezen, maar even willen kijken of wat in je schoen zit. En dan gaan we verder lezen. En dan gaan we automatiseren op de tablet. En dan gaan we een estafette doen. En dan komt de directrice bij me kijken in de klas ook. Dus ze zullen waarschijnlijk helemaal hyper zijn. Ruupje heeft dus gekookt. Het is zo leuk dat mensen nog steeds Ruupje zeggen. Andijviestampot. Hoe lang hebben we dat niet gegeten? Wow, ik zie er erg aantrekkelijk uit weer. Echt een jaar of zo. En we hebben langer, hè? Kijk. Hier is Ruupje. Vegetarische spek van de vegetarische slager heeft hij gekocht. En ik heb hem dus gebakken. Het was echt interessant. Het veranderde echt in spek. Het smaakt ook heel zout. Alleen ik ben dus bang dat ik krampjes krijg omdat het dus soja is. En hij heeft ook jus gemaakt. Kijk, hij schuift het even wat dichterbij. Weg, hij wil ook vlees. Maak voor jou jus. Maar het kost echt 4 euro. Terwijl spek 50 cent kost. Dus dat vonden we een beetje debiel. Maar nu gaan we het eten en proeven. We hebben ook sojamelk erin. Het is helemaal vegan, dit gerecht. Zout. Oh nee, er zit boter door. Het is niet vegan. Lekker. Ja? Grappig, ik kookte nooit met jus. Net toen Ruben voor het eerst stamppot maakte. Oh, hij is lekker sticky, lekker stevig. Een hapje met een spekje. En als je iemand dit geeft, met de jus, niemand gaat zeggen nepspek. Dan vraag mensen, ik doe dat rauw erdoorheen. Ik ook. Koken het ook, hè? Eeuw, nee, mijn moeder deed ook het rauw. Doen jullie rauw dan blijf je erdoor of koken? Veel lekkerder rauw. Lekker knapperig. Wow. Mmm. Echt lekker. Lekker? Je hebt het ook lekker, hè? Lekker zo'n lekkere zelfgemaakte stamppotmaaltijd. Oh, je ziet niks. Zo is het echt heel erg. Oh, kijk dit. Oh, jij hebt ook die ene film uit die film. Je ziet niks. Het is te donker. Eeuw. Zieke onderkop. Zieke. Weet je wat het kan? Dat komt, dat heb jij dus ook. Dat komt omdat die glazen zijn zo sterk. Dat de binnenkant van je hoofd. Feyenoord. Ik krijg nooit in mijn leven een bril. Ik ben hier. Hou, ben ik ook op mijn bril? Ik krijg nooit in mijn leven een bril. Nee. Zo, het zie ik er slecht uit, zeg. Halleluja. Oh, Sjoel, wat heb jij? Een vent. Jij hebt slechte ogen. Jigglypuff, Jigglypuff. Jigglypuff, Jigglypuff. Oh, dus we hebben de schermen slagen. Ik kan die mensen wel even met rug laten. Kerst weet ik voor mama. Noah, overal. Ook even je fluff. Zuurstof, ik doe geen feiten. En candy cane in doen. Hallo. Ook wil ik zo, dit staat van het... Hallo tijger. Nee. Niet spelen, dat vertrouw ik je niet. Ga maar met deze. Je wilt spelen, hè? Heet het geknuffeld? Ik had laatst echt heel erg beenhaar. Spelen? Dus ik heb hier schermmeisjes gekocht. Spelen? Of hij ziet heel deze gaat, kijk, deze gaat helemaal zo licht. Noah. Noah speelt ongeveer één keer per week. Niet stout doen, kippenfilet. Het zou een hele chique kunnen zijn of zo eentje in van kipfilet. Je bent te dik. Ligt helemaal klaar, hoor. Benenwijd. Jeetje, Noah, ben je lenig. Chicken filet. Lekker voeten eten. Mm. Goedemorgen, jongens. Ik heb net lekker gedoucht. Het is 11 uur of zo. En ik ben even bezig met dingen uitremmen. Want wij hebben dus deze doos, deze, altijd hieronder staan. En daar liggen alle sjaals in en zo. Maar er kwamen ook steeds meer andere dingen bij. Dus we zijn het even aan het ordenen. Sjaals zijn heel groot, dus die leggen we helemaal onderop. Die worden ook niet heel veel gekocht. En we hebben trouwens wel echt mega leuke sjaals. Dus ik ben even alle sjaals aan het opstapelen. Dan zie je ook weer even wat er is. Zeg maar, we hebben echt ontzettend leuke sjaals. En ook echt heel erg mooi dik. En qua prijs vallen ze ook echt wel mee. Nou, tasjes komen erin. Mutsen waarschijnlijk. Kijk, het ligt hier echt vol met... We hebben eigenlijk al heel lang een winterassortiment klaar liggen. De winter moet natuurlijk nog komen, maar het is wel koud. Dus eventjes aan het ordenen. Oké, jongens, ik heb net een jurk geshoot en ik vind hem eigenlijk toch wel heel mooi staan. Ik ga denk ik nu even heel snel de foto's erop zetten. Want als het nog bij het WFC is, dan weet ik of mensen het zeg maar leuk vinden. Hij staat eigenlijk heel mooi, dus nu heb ik weer spijt dat ik er niet meer heb gekocht. Ik film het trouwens even mijn oude camera weer, want daarmee heb ik de foto's gemaakt. Leuk, hè? En het was echt een drama, want Rup zit hier te studeren, dus het doek heb ik daar gezet. En het duurde echt een uur, maar het is gelukt. Dit is hem. Het is leuk, hij is ook gewoon niet te kort, weet je. Het is echt wel een heel mooi jurkje. Ik ben er blij mee. Ik voel me er toch wel heel mooi in. Vorige week niet, ik weet niet waarom.
Ik moest gewoon even wennen aan het idee dat mijn armen een beetje bloot zijn, maar cute. Jongens, ik heb... Hij is scherp. Ik heb 50 minuten erover gedaan, terwijl het normaal 21 minuten rijden is. Het was, ik weet niet wat er aan de hand was, maar ik werd omgeleid. En ik ben echt via Bad Hoeverdorp en weet ik veel allemaal gereden. Ik heb nu nog maar minder dan een uur. Maar ik ga niet omkeren, want er zijn 3 dingen besteld met Black Friday die we dus niet kunnen vinden in de voorraad. Dus die er waarschijnlijk niet meer zijn. Dus ik ga nu heel erg hopen dat we die nu kunnen aanvullen, want die moet ik echt opsturen naar die mensen. Ik wil ze niet teleurstellen, dus dat is eigenlijk de reden dat ik nu naar het feest ga. Heel kort, stress. Ik heb weer een scrunchie in. Nou, laat naar het WC gaan doe ik sowieso niet meer. Ze vroegen zelfs bij mijn sieraden, even mijn sieraden groothandels. Kan ik vast je mandje scannen? Ik van, oh, willen jullie eerder weg? Ja, het liefst wel. Terwijl ik echt serieus 5 minuten in de winkel was en ik kon niks vinden, want het was echt een zooitje. Heel veel was er niet. Jammer. Wel heel leuk is dat ik het rokje van de sterrenbody heb gekocht. Ik twijfelde erover, maar ik heb het nu gedaan. 1 pakket, dus 2 maatseries, dus 2 keer S, 2 keer... Oh, ze zijn S, M en L. Ze heb ik maar 4. Oh nee, ik denk dat het 3-3 is. Denk ik. In ieder geval, het rokje daarvan is super leuk. Ik hoop dat ik hem pas. Oké, ik denk dat ik weer ga appen dat ik meer wil. Want de body is echt ontzettend mooi. Heel mooi. Weer even BH-loos, maar zien jullie dit stofje? En perfect voor iemand. Zie je dat mijn armen gewoon dunner lijken hierin? Heel mooi. Hij loopt zo. En het rokje is echt super cute. Ik ga het even in de spiegel laten zien. Wow, dit is echt ook leuk voor na de feestdagen. Zien jullie dit stof? Gaaf, hè? Kijk. Zelf vind ik dit soort rokjes bij mij nooit heel leuk, omdat ik best wel een buik heb. En nog vind ik het wel leuk staan. Hij is super stretchy dus, want ik pas hem dus. Maar ik denk als je maat M hebt of zo, dat hij ook goed zit. Hoe zou je dit trouwens combineren? Want ik hou er nooit aan dat het dan zwart... Zwart is. Dan is het, vind ik het rokje niet leuk dat ze terechtkomen. Ik zou denk ik de body hierin doen. Maar die komt dus nog binnen. Oké, ik moet zo nog de deur uit. Maar ik had even badjas aangedaan. Ik had zo lekker even bij haar uit. Panty uit. Bril op. Nu gaan wij eten. Het filmdoek staat er nog. Voor Ruben heb ik vlees carpaccio gekocht bij de Lidl net. En voor mezelf zalm carpaccio. En hij heeft het gemaakt. Super lekker. En we hebben gewoon pasta met pesto erbij. Super simpel, maar echt wel lekker. Hier is Ruben. Hey jongens, ik moest net even wat uit mijn werk wat regelen. Dat vertel ik jullie nog niet, dat horen jullie later. Want dat is, daar ben ik apart van aan het filmen. Klinkt nu heel spannend, is het misschien ook. En nu zijn we bij het huis van Rubens Anne. Ontzettend veel poeder op. Ik moet echt naar de zonnebank. Ik wil eigenlijk heel graag vanavond naar de zonnebank. Maar ja, het kan maar tot 9 uur, dus dat is een beetje azom. Dus zeg ik moet echt naar de zonnebank. Ja. Heel mooi. Gisteravond had ik ook iets gedaan, dat heel laat. Dat hoort bij hetzelfde wat ik nog aan jullie ga vertellen. En het is niet leuk of zo. Nou ja, niet nu denk ik dat het iets heel leuks is of zo hoor. Ik ben nog gewend dat ik dit in mijn schermpje moet kijken. Zien jullie hoe slecht ik eruit zie? Hoeveel make-up? Gadver. Ik vind het zo vies om zoveel make-up op te doen, maar het is dus nu nodig. Omdat ik te wit ben. Daar is Ruben's oma. Schattig. Ik ga achterin zitten. We gaan heel lekker boeken. Ik heb shorts getrokken, dus ik heb een gedicht geschreven vandaag. En ik heb 4 cadeaus voor hem. En het gaat zo gezellig worden. We zijn allebei heel erg verrot, maar het wordt sowieso heel leuk. En heel leuk dat Rubens oma erbij is. Want die is er normaal niet bij. Maar omdat ze nu natuurlijk geen man meer heeft, vonden we het allemaal leuk dat zij er ook bij was. En zij vond het ook leuk, gelukkig. Dus dat is wel heel erg fijn. Huh? De achterstoelen zitten echt heel anders dan de voorstoelen. Wow, ik zit nu voor het eerst achter. Dit is heel zacht hiervoor. Achter is echt heel veel harder. Volgens mij is alleen voorin GTI interieur. Mooi beeld dit. Doei. Even noten. De meeste mensen zouden nu een heel mooi sfeerbeeld maken. Ik niet. Kijk. Kijken. Dit is cadeaus voor mij. Dit is cadeaus voor mij. Ruben heeft mij, dat weet ik wel. Ik heb de shorts. Deze is voor shorts. Roze glimmend. Deze is voor shorts. Die is voor shorts. En die. Leuk. En daar gaan we straks lekker eten. Dat is meer nadelig voor jezelf. Dan wil niemand meer kijken dan. Ja, wat moet ik doen? Je moet hem aandoen. Ik heb hem aangezet. Oh. Oh, wauw. Kijk jongens, ziet er lekker uit. Hier is Ruben. Toen was ik op een gegeven moment helemaal klaar mee. Toen zou ik op een gegeven moment niet...
De eerste die ziet hij ineens als eerste. Lieve Sjors. Zo toch? Lieve Sjors. Wat is het toch fijn om vanavond met z'n allen bij elkaar te zijn. Jouw kinderen zijn nu al volwassen en groot, maar jij staat altijd voor ze klaar bij nood. Of het nu gaat om geld, een ritje met de auto of een goed gesprek, in jouw hart is er genoeg plek. Af en toe vindt Piet je wel een tikkeltje raar, maar je blijft toch echt onmisbaar. Klus na klus wordt door jou geklaard, dat harde werken is best een mooi cadeautje waard. Hotel hier, hotel daar, oh, soms is het echt heel zwaar. Als je dan eindelijk thuis bent en lekker kan gaan zitten, lig je meestal binnen een uur al op de bank te pitten. Ja, heet toch wel. Nou, dan ben je binnen 5 minuten al op. In de auto maak je geregeld hele lange ritten. Je wordt wel moe van al dat zitten. Het is daar fijn om tijdens het rijden even te kletsen met je zoon. Gelukkig heb je daarvoor een goede telefoon. Om het bellen wat makkelijker te maken, heeft Piet een cadeautje voor jou gekocht. Piet hoopt dat het de juiste is, hij heeft al lang naar gezocht. Je bent vaak uren of zelfs dagen van huis en kan dan niet met wat little nootjes chillen in de huis. Little nootjes! Vindt ze grappig, ja. Nou, wie zou het erin gespreken hebben? Little nootjes! Wie zat er nou little bij? Sorry, het is je dit jaar toch gelukt om gezonder te gaan eten. Sint en Piet zullen jou daarom helpen door je niet met snoephoed te overstelpen. Dat was het enige grappige. Overstelpen. Dit was het internet. Is dan om zonder problemen jouw lekkere schotels uit de oven te kunnen nemen. Die zin moet je even nog een keer horen. Ruben moest hem even horen. Een van jouw cadeautjes is wel om zonder problemen jouw lekkere schotels uit de oven te kunnen nemen. Gaat goed. Ja. Met dit cadeau weet jij wel raad. Hopelijk valt er niemand van zijn graad. Vanavond heerlijk wokken met een drankje erbij. Piet weet het zeker, vanavond is Sjors zo blij als een ei. Ja. Je wordt een blij ei gezien. Hoogwaardige kwaliteit. Een lekker kopje thee en misschien nog wat kaarsen aansteken. Hoorde je hem? Lekker kopje thee, hè? Dan kruip je vanavond zeker tevreden onder de deken. Piet vindt het fijn om jou stralend en blij te zien. Je kan volgens hem zo op de koffer van een zien. Sommige dingen zijn zo dom. Je is zo grappig. Je bent wel zo grappig. Blijf genieten van de kleine dingen in het leven en hopelijk zul je veel plezier van je cadeautjes beleven. Liefst Piet. Piet, die je ziet? Nee, die was er niet. Ja. Oké. Okay. Ja. Nou, mooi gedichtje. Ja, blakka Piet. Mooi. Ja, daarmee dingen uit de overnemen. Oh, ja, dat snap ik ook niet. Ik heb een keer een cadeautje, denk ik. Hoe moet je die schoon pakken? Ja, met die twee kaarsen aan de zijkant. Een groepjesbeeld. Doe het kaarsvet eroverheen. En dan naar buiten trekken. Een mooie kaars. De kaarsenhint zat ook in het gedicht. Ja, mooie duurzame. Maar waar was het maanlicht en dat soort dingen? Die heb ik verwijderd, vond ik zo dom. Dankjewel. Het zijn eerste YouTube-ervaringen. Lieve Charlotte. Oh, al dat bier drinken eist bij de Sint zijn tol. Want bij Sint is het glas altijd helemaal vol. Het rijmen is de Sint dan ook een beetje verleerd. Dus vergeef me als een zin loopt verkeerd. Elk jaar is Fion Piet weer ontzettend moe. Want hij moet alles volgen wat jij doet. Hij had geen inspiratie. Voel je, maakt niet uit. In Rotterdam doen ze ook alles zonder een thee. Dus, Ja, ik vind dat je gewoon... Wel slim om het zo aan te pakken. Gewoon zeggen dat alles fout gaat. Wat zei je? Dat stond ik niet. Ik ook niet. Nou, hij zei dat het al een beetje verkeerd gaat lopen in het gedicht. En toen had hij geen goede Nederlandse zin. En dat wordt elk jaar steeds meer en meer. De voeten van Spion Piet doen heel erg zeer. De Sint en jij hebben eigenlijk best veel gemeen. Ik heb wat opgezomd. Lees er maar doorheen. Net als de Sint vindt jij werken met kinderen heel fijn. En je houdt ze dan ook strak aan de lijn. Net als Sint kan je slecht tegen onrecht. En we hebben allebei een knecht. Wie dan? Ja, ik. Ja, ik. Die dunne, blanke jongen zet je goed aan het werk. Hij moet entertainen in je vlog en werken aan je merk. Toch geeft Sint zijn knechtje wel eens vrij. Want het hele jaar iemand dienen is een flinker wij. Dat tof gedicht. Ja. Vandaar dat jouw cadeau ook een ode is naar hem. Het is goed te combineren met wat hydraterende crème. Na het douchen is hij vanaf nu flink opgetogen. Want jij mag met dit cadeau zijn billen gaan afdrogen.
Maak je pakketje nu maar open, want voor je het weet is de Sint weer bezopen. Groetjes, de Sint. Ja, mooi. Ik vond hem goed. Ja, ja. Amen. Ja, Mooi dit. Maar eigenlijk, dan moet je ook meteen... Oh, leuke kleur. Dit is gewoon één cadeau. Het is alleen verpakt. Nee, straks wil ik die andere. Ja, maar het is... Oh, deze kleur vind ik heel mooi. Jullie wisten niet dat ik dit wilde, maar dat had Ruben bedacht dat ik dit wilde. Wow, dit is de kleine. Ja. Mooi. Mag ik eens voelen? Dit is echt precies de kleur die ik mooi vind. Waar heb je dit vandaan? Loeker? Moet je aan Piet vragen. Ik heb erg goede kwaliteit. Ja. Heel mooi. Gaan we kijken waar dit vandaan komt. Hema misschien. Kijk wat het achterkomt. Of het wel duur genoeg is. Nee. Nee, ik heb gewoon duur genoeg. Of het wel duur genoeg is. Ik heb boven geen handdoeken. Jawel. Oh. Mooi. Ik vind deze kleur echt heel mooi. Ja, nou ja, misschien. Nee, ik kan die andere kan niet ruilen. Maar boeien. Bedankt, Piet. En die andere is zwart. Die andere had ik per ongeluk al gezien omdat ik hem had kapot gescheurd. Hier ben ik in ieder geval echt heel blij mee. Dankjewel. Nou. Oh, nu moet ik een nieuwe pakken. Hoi. Dankjewel, Sien. Dat is wel een mooi cadeautje. Ja. Kijken? Cool. Laat het zien aan de kijkers. Oh, kijk eens kijkers. Dit is een elektrische tandenborstel. Met een zoetje in de thee. Nee. Een beetje suiker. Mama is even de kleurtjes aan het uitpakken. Hebben zoetjes? Nee, toch? Nee, hebben we niet. Suiker wel hier. Een beetje suiker. Eigenlijk is het wel lekker. Het is super lekker. Ja, wow. Wow. In de gloria, in de gloria, in de gloria. Welke taart zou die willen kiezen? Dankjewel! Die ja, ja. Zeg maar rode, appel of bruine? Open harder! In de gloria, in de gloria. Open. In de gloria. Guacamole, hier hebben papa en ik een video over gemaakt. Hoe je dat maakt. Guacamole. Susanna is zo ijdel vandaag, is niet normaal. Die is alleen maar naar zichzelf aan het kijken. Nee, selfies aan het maken. Ze vraagt al 7 keer, wil je mij op de foto zetten? Jeetje, die vindt zichzelf wel lekker. Hoeveel views hebben jullie op die video? 41.346. Maar jouw video die je nu 32.000. Snel na één dag, hè? Mijn weekvlog. Met Primark. Oh. Primark? Action. Action. Oh, weekvlog gaat altijd wel 10k ongeveer. Nee, ging er nu omdat het na één dag gaat. Oh. Halleluja, wat lekker. Het ziet er zo goed uit. Dit is mijn vader. Mensen vinden jou altijd leuk. Dit is mijn moeder. Altijd een jouw. Ik wil eigenlijk die en een stukje worst. Wacht, ik ga best. Dit is worst toch? Ja, dit is het dan? Oh, dit is het brood. Ja. Oh, nee. Hallo jongens, wij zijn weer thuis. Het is echt laat. We hebben echt een lange dag achter de rug. Ik wou nog heel graag even vertellen dat deze kettingen nieuw zijn. Maar deze staan niet op de webshop, want ik heb de foto's er nog niet van. Maar deze is echt heel gaaf en hij is stainless steel. Echt mooie quality. Hij wil niet scherp worden nu. Het is donker. Het was heel gezellig, heel moe. In plaats van nu op de bank te gaan zitten en niks ons tijd verspillen, gaan we gewoon lekker naar bed. Dat hebben we gisteren ook gedaan. Morgen zien we dan wel weer. Ik heb ontzettend veel gegeten. Echt totaal geen Weight Watchers deze 2 dagen. Dus ik zal morgen wel echt alle kilo's er weer bij aangekomen zijn. Dus ik ga morgen echt even een goede balansdag doen. Even lekker havermout. Eitje met rijstwafel of zo. Tomaatje. Dit is echt heftig. Maar dat is zo lekker allemaal. Oké. Doei. Oeh, moe. Hallo jongens. Goedemorgen. Ik heb zoveel gegeten de afgelopen 2 dagen dat ik weer echt een opgezet hoofd heb. Dat is een beetje zonde. Maar ik ga vandaag even... ik heb havermout mee. Ik ga nu dus weer iets doen wat ik dus niet kan vertellen. Maar ik sta nu bij de karwei in Weesp. En mijn vader heb ik zo afgesproken. Met hem. Om even iets... Ja, het is iets van klussen te doen. Maar ik dacht, ik wil even. Ik laat mensen soms wachten omdat ik slecht ben in op tijd komen. Dus ik dacht, ik ga helemaal op tijd weg.
12 met hem afgesproken. Ik was 10:50 hier. Dan was ik helemaal op tijd. Maar hij is dus nog niet open. Dus nu ga ik dus, ik zeg tegen mijn vader, ja, wat zal ik doen? Zal ik daarheen rijden en dan weer terug? Toen dacht ik, nou, ik wacht maar gewoon 20 minuten hier. Dan moet ik even, nou ja, ik kan het ook wel zeggen, muurvuller halen. En, ja, dan ga ik daar even mee aan de slag met papa. Verder moet ik nog meer dingetjes halen voor dat wat ik nog niet heb verteld. En ja. Moe. Ik slaap heel slecht. Heel onrustig. Maar dat heeft waarschijnlijk ook weer te maken met dat wat ik nog niet verteld heb. Dus ik vertel het wel snel aan jullie hoor, jongens. Ik hou er ook niet van om zo heel lang geheimzinnig te doen. Maar het is meer dat ik het even goed wil vertellen. En dat ik daar nog niet echt de tijd voor heb kunnen nemen of iets. Dus dat komt, denk ik, volgende week of 2 keer na. Doei! Jongens, ik ben bij de Maxis. Kijk wie hier is. Oh my god! Het is gewoon de enige echte. Vet, cool. Ik was stiekem met hem op de foto, maar ik durf niet. Oké, dan ga ik de weekvlog hierbij afsluiten. Vergeet geen duimpje omhoog te doen als je het leuk vond. Bedankt voor het kijken en tot volgende week. Doei!